Hoi iedereen, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag heb ik een roomtour voor jullie. Ik heb laatst in mijn vlog mijn kamer helemaal veranderd. En heel veel mensen waren daar benieuwd naar hoe mijn kamer er nu uitziet. Nou, het ziet er dus zo uit. Ik laat het jullie zien, ik vertel er wel bij. En veel plezier met kijken van deze roomtour. Als je binnenkomt, zie je als eerst dit tafeltje. Hier staan de brownies op. The Body Shop Eats en het boek van Jerry Graceffa in Real Life, die moet ik nog lezen. En een mok met Good Morning Sunshine erop. Dan gaan we hierheen en hier staat een stoel met mijn jas en mijn laptop, want hier werk ik. Of ik werk op mijn bed, maar daar later meer over. Dan daar heb ik mijn mooie kast staan. Even uitzoomen. Mijn mooie kast. Met mijn televisie. Je ziet mijn mooie broek in de weerspiegeling van de tv. Nou, laten we hier beginnen. Oké, hier heb ik mijn laptop, mijn boek van Girl Online, de oplader van mijn camera en de dvd van Danny Lowinski. Hierachter ligt mijn koptelefoon voor mijn laptop. Vind ik dat heel handig, maar ook voor mijn telefoon. Hier ligt een kaartje van de Cool Cat. Daar heb ik een shoplog van gemaakt ooit voor 20 euro. Heb ik ook een blouseje gekocht. Dan hier staat mijn stereo. Die staat nu aan omdat ik net muziek heb geluisterd met de cd van Be Brave. Dan hebben we hier kastjes. In deze eerste vier kastjes heb ik kleding zitten. En dan gaan we hierheen. Hier heb ik al mijn beautyproducten in zitten. Hieronder niks. Hier mijn schoolboeken en hier allemaal dvd's en andere troep. Dan gaan we hierheen en hier heb ik een Victoria's Secret tasje liggen. Met daaronder het boek van Marcia en Cynthia, de bloggezine en een Grazia waar zij in heeft gestaan. Deze heb ik gekregen van my daddy. Super lief. Uit Maleisië heeft hij die meegenomen voor mij. En dit is een spaarpot, maar ik vond hem gewoon leuk voor hier. Dan dit bord van New York. Daar ben ik ook super blij mee. Die heb ik ooit een keer bij de Action op Xenos gekocht voor maar iets van 7 euro. Dan hier een soort van stekkerdoos, maar die moet echt maar daar. Dan staan daar zeg maar een Christmassy ding. Joy, love, peace, believe in Christmas. En dan daarachter een hertje. Nou, dit is niet al mijn kleding voor even om te zeggen. Maar dit zijn de kledingstukken die ik super vaak draag. Bijvoorbeeld dit jasje, deze trui. Deze trui. Ik heb best wel veel truien. En t-shirts en ook hemdjes. Nou, hier staat mijn statief. Daar ben ik super blij mee. En daaronder heb ik mijn schoenen gezet. Want deze... Wacht, daar kom ik zo op. Maar dit statief, dat heb ik gekregen van mijn stiefvader. Omdat hij dacht van ja, weet je, jij gebruikt hem ook voor je video's. Dus je mag hem hebben. Daaronder heb ik dan mijn schoenen en een tas voor mijn camera. Daar een map. Mijn tas en hier wat kleding die ik nog netjes moest op te vouwen. Maar dat heb ik helaas niet gedaan. Dan hier is mijn, hoe noem je dit? Ventilator. En dam. Mijn bed. Ik heb mijn bed hier gezet. Maar normaal had ik dan zeg maar zo'n ondersteuning. Maar die staat zeg maar nu daar. Want die vond ik wel leuk voor als kastje. En dit is zeg maar mijn bed. Hier chill ik en hier slaap ik ook op. Daar is alleen zo'n stofzuiger. En ja, dan is dit mijn kamer. En dan geef ik jullie nog even een overview. Naar deze roomtour. Vind je dit nou een leuke video en moet ik dit vaker doen? Doe dan een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En dan zie ik je de volgende keer weer bij een brand nieuwe video. Dus tot volgende keer. Doei doei!